Welkom bij Cheap Advisor, een gierige serie waarin wij als supergierige boys tot het uiterste gaan om jullie van ontzettend gierig advies te voorzien. Hoi, mensen! We gaan geen uitdaging uit de weg en komen met twee gierige adviezen. Wie van ons wint deze battle? Dat bepaalt onze opdrachtgever. Dit is Cheap Advisor. Yes, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Cheap Advisor, het programma waarin wij gierig advies geven aan de kijker. Dus mocht je zelf nog een gierige wens hebben, laat het gewoon vooral even weten in de comments. Sophie Melzing, welkom! Jij gaat vandaag bij Martijn in het team. Yes. Dat betekent dat Niels en ik, het winnende team van vorige week, weer een team zijn. Lekker man. Ja, vorige week zag je natuurlijk dat Max koos voor jullie advies. Ik denk dat het deze week iets anders gaat verlopen. Want we hebben natuurlijk Sophie in huis. Nou, bewijs je even, want wellicht als je dit keer wint, dat ik wel bij je in het team wil. Maar ik ga niet bij een loser in het team. Dus Joost, wij gaan lekker. Let's go. Kijk, het is tijd om Tess te bellen. Niels, ik moet even bij jou staan. Ja. De teams bij elkaar. Hey Tess. Oh, hey Tess. Hey guys. Ik ben een arme student en nu is mijn tv stuk gegaan terwijl mijn laptop het al niet lekker deed. Dus mijn vraag is, hoe kan ik nu alsnog op een lekker grote tv mijn favoriete series en films kijken? Ja, dat is een lastig pakket waar je in zit, hè? Jeetje. Tess, wat zijn de voorwaarden? Ik heb dus echt geen geld, dus als het even kan, onder een tientje. Ten tweede wil ik wel echt zelf kunnen beslissen wat ik kijk. Dus het liefst niet bij vrienden of familie aankloppen die dan vervolgens bepalen wat erop staat. En als derde, tv kijken is mijn relaxmomentje. Dus ik wil gewoon lekker even kunnen zitten, wat erbij kunnen drinken, eten, snacken. Er hangt een heel groot scherm bij de Ziggo Dome. Ga daar maar lekker kijken! Nou, we moeten haar niet nu belachelijk maken. Wij gaan het voor je fixen, schat. Ja. Top, dankjewel. Oké, we bellen straks. Yo. Ik denk dat wij dit wel kunnen. Ik denk dat wij dat jullie je eigen strategie gaan bepalen, dan gaan wij dat ook doen. Ja, maar dan zien we jullie later wel weer terug. Ik ook wel. Ik heb een idee. Oeh. Die ga je zien. Ik ga vast, jongens. Ik vind het mooi geweest. Oké, Niels, lang verhaal kort. Ze wilt gewoon tv kijken. Ja, maar ze heeft niet genoeg geld om zelf een tv te kunnen betalen, dus dat gaat hem niet worden. Ja, en ze vindt het niet gezellig om met andere mensen te kijken, dus ze moet het helemaal alleen kunnen doen. Ze heeft het niet over ik wil de televisie hebben, ze wil vooral kijken. Nou. Ik denk dat we daar misschien op moeten gaan focussen. Toen ik 12 was en ik denk dat jij dat ook wel deed, dan ging je toch met een soort afstandsbediening gewoon naar random huizen. Kat kwaad. Ja, niet belletje lellen, maar ja, gewoon afstandsbediening zappen. Mijn allereerste ingeving is, laten we naar gewoon een gigantische elektronica winkel gaan en daar gewoon ons kamp op zetten. Ons kamp opzetten? Ja, dat we daar gewoon gaan chillen. Neem er lekker zelf dingetjes ja, mee. Ja, die fiets. Ja, ik vind het een leuk plan. Laten we het doen. Het enige wat we dan nodig hebben eigenlijk is een universele afstandsbediening. Ja. Hoeveel kost dat, denk je? Wel voor een tientje kun je dat halen, minder toch? Dan een tientje moet het helemaal lukken. En ik heb zelf ook nog wel stoeltjes. Dus wij gaan gewoon voor het raam zitten. Ja. En we gaan zappen. Wij zijn voorbereid, we hebben stoeltjes mee. We hebben een film bij ons en we hebben hier ook een spycam en hier is een spycam. We gaan apart van elkaar naar binnen, maar we moeten elkaar wel weer ergens vinden. Die winkel is natuurlijk hartstikke groot. Niet normaal, ik denk ergens bij de televisies. Ja. En dan vervolgens zien ze ons met dezelfde stoelen, met popcorn en een afstandsbediening in onze hand. Nou Joost, we hebben twee krukkies, we hebben popcorn, we hebben bier. Ik heb af kunnen dingen. 4 afstandsbedieningen voor €5,50. Als we buiten het raam zitten, dan pak je natuurlijk niet altijd het geluid mee. Dus we hadden geen budget meer. Hoor je het een beetje? Ja, dit hoor je echt goed, man. Ja, maar als de tv zeg maar zo staat, hoor je het dan ook? Ja. Ja, nou, top. Ik zeg de wijk in. Spannend hoor, spannend. Heel spannend. Kijk eens, meneer. Ja. Super. Eens kijken. Oké, nou. Ik denk dat we naar boven moeten. Wauw. Zijn mooie televisies. Kijk toch even. Oh, dat is LG. Zullen we even testen of het werkt? Wel minder groot, hè? Ja. Wel gezellig, schat. Even samen in een film. Een tijdje geleden weer. Ja. Zin om tv te kijken, Niels? Ja, ik heb ziek zin om tv te kijken. Even kijken waar ze een tering groot breedscherm hier hebben. Ik vind het ook een beetje aasen om gewoon in iemands tuin te gaan zitten. Is het ook? Maar we doen het wel. Ja, we zitten echt zo in huis aan het kijken. Maar nee, ik zie het gewoon niet. Ik,
Denk je dat we opvallen? Nee, ik denk het niet hoor. Kan er een stickie in? Jawel. Kunnen we even kijken wat het geluid... Ik voel me thuis. Ja, doet hij dat zo? Het is wel een mooie televisie. Ja, ik ben wel enthousiast. Ik ook hoor. Past hij ook een beetje binnen het budget, of niet? Hier, maat, hier is wel een tv. Maar dan kan je niet zitten. Die is wel aan. Zullen we eerst even kijken met wat voor tv we te maken hebben? Ja, ga even kijken met wat voor tv we te maken hebben. Holy shit, wat zoekt het ver in, zeg. Ik kan het niet zien door de reflectie. Kan je ook een soort van uitzoomen met de verre kijker? Ja, of tuurlijk. Wacht, daar komt niemand. Of moet ik gewoon verder staan? Dat kan ook. Zo, daar is de tv. Wat ik aan het doen, Niels? Welk programma staat erop? E-team. De E-team? Ja, maat. Oh, dat is met ondertiteling. Dat is chill, dan kan je het volgen. Jij bent helemaal fan van die E, toch? Ik wil ook kijken. Misschien als je die twee blikjes pakt, kan je al wat lijf wat horen. Nee, gaan we wel gewoon even op de grond zitten, dat is dan beter. Zo, ongemakkelijk. Ja? Nee, ik denk dat die van hem zijn. Rustig. Ja. Ik wil vooruit een afstandsbediening geven, maar vraag waar het is gebleven. Had een afstandsbediening gegeven? De afstandsbediening? Hebben wij die afstandsbediening aan? Nog? Heb je die daar? Hebben we die nog? Nee, dat is niet de bedoeling geweest. Welke afstandsbediening was voor hem? LG, denk ik. Oh ja, ik denk dat deze dat is. Oh my god! Deze lulde behanger jat gewoon die afstandsbediening. Dat had jou ook kunnen overkomen. Ja, nou, ik moet wel zeggen, het is dus wel gelukt. Alleen, ja, het was niet echt relaxed. Wat kunnen we de volgende keer beter doen? Misschien het personeel niet naar ons praktijk betrekken. Nee. Hallo. Hallo. We zijn tv aan het kijken. Onze tv is kapot. Hij is tv aan. Ja, hij is meegroot van... Bij wie? Ja, bij de buurman op 9. Of was de E-team aan het kijken? Hij is helemaal wild van de E-team. Hij kan het niet missen en onze tv is kapot, dus we dachten, dan gaan we de straat op en... En dan ga je in de plantjes staan. Nou, ik sta... Ja, dat is niet netjes. Ja, je hebt er een beetje schaard. Nou, excuus, ik ga er weer vanaf. Ja? Op de straat. Ben je daar te kijken met dat ding? We zijn arme studenten, we hebben geen tv meer. Ja, dat geloof ik niet, want je hebt een hele mooie jas. Oh, dankjewel. Die heb ik gekregen. Ja, popcorn hadden we mee. Ik heb designer-schoentjes zijn, dus ik geloof dat ze er niet van. Oh, echt? Niet te lang voor mijn deur blijven dus, Nee. Ze is zo weer weg. Ik denk dat we die E-team maar ergens anders gaan kijken. Ja. Fijne dag. Saaie aflevering van die E-team. We gaan weer door. Maar na de eerste poging ben ik er wel achter gekomen dat het echt een tering slecht idee is. Maar we gaan het wel verkopen aan Tess alsof dit briljant was. Ik kon van mijn televisie kijken, maar ik heb een beetje ingelezen online. Dus... Mag ik even meekijken? Ik ga er even bij zitten, als je het niet erg vindt. Oh, je hebt angststoeltje bij. Ja. Hij is niet de bedoeling dat ik hier de hele dag blijf zitten. Nee. Maar heel eventjes is wel oké, toch? En hij staat er net een paar weekjes. Want dit is het nieuwere model. OLED is een paneel die erin zit. Waarbij die pixels worden individueel van elkaar aangestuurd. We kunnen wel 4 of 8K hebben, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar we hebben allemaal geen uitzending in Nederland. Ik moet echt heel nodig naar het toilet. Ik ga heel snel een wc opzoeken. Maar dankjewel voor je hulp. Wij lopen die winkel binnen, afzonderlijk van elkaar. En vervolgens worden wij gewoon helemaal geaccommodeerd hier. Misschien dat we het de volgende keer zo ver kunnen krijgen dat we ook een beetje met rust gelaten worden. Want dat mis ik nu wel een beetje. Die heeft deze winkel uitgekozen. We moeten de grootste winkel hebben op dit gebied dat we een beetje kunnen inblenden. Want hier ben je de enige. Ja. En... Nieuw plan. Groter. Drukker. Minder opvallen. Dat is wel heel vriendelijk, maar te vriendelijk. Te vriendelijk. Ja. Oké, okay, deze proberen. Positie. Kijk, er staat teletext op. Nee, oké. Ze doen het allemaal niet. Joost? Ze doen het niet. Goeiedag. Goeiedag.
Tot ziens. Ah, u moet daar zijn. Ah, oké. Okay. We staan hier nu in Amsterdam Zuidoost. We gaan nu naar een hele grote media elektronica winkel, omdat we eigenlijk wat minder op willen vallen. Ja, ik zou niet waarom we dat niet gewoon in de eerste instantie hebben gedaan. Te erg speelden we onszelf in de kijker en dat is nu gewoon niet meer de bedoeling. Ja, we willen het een beetje opbouwen voor jullie. Maar nu gaat echt werk beginnen. Goedendag. Ik heb een afspraak. Ik heb een afspraak. Jij hebt wel zeker een vestiging. Helemaal top. Mag een mandje meenemen. Super, dankjewel hè. Zeer. Kijk, als het hier niet gaat lukken, dan weet ik het ook niet meer. Kijk hoe groot het hier is. Het is zo groot. Oh wacht, hier heb je het van Biscoop. Kijk, hier is de bank al klaargezet. Pak er wel gewoon even wat lekkers bij. Ja, ik ben met je mee. Ja, we zijn even naar een ander buurtje gegaan. Ja, we hebben even drukte opgezocht, zodat we niet meer opvallen als we voor een raam gaan zitten. Nee, het valt wederom op, maar wellicht hebben we gewoon hier meer kans, wie weet. Oh, hier staat het tv'tje. Kom eens. Dan gaat hij ook aan de camera. Oké, dan moeten we echt wel stil zijn. Tering, zit in de tuin. Ik hoop echt dat dit gaat lukken. Deze doet het niet. Hij staat aan, hij staat aan. Hier. Oh, we kunnen gewoon YouTube kijken. We hebben gewoon niks uitgegeven. We hebben nog volledig budget. En we hebben bladzijd. Ik ga toch het mezelf iets comfortabeler maken. Even kijken. Ja, ik wil geen demonstratie kijken. Nou, volgende film. Oh, nice. Dit ziet er sick uit. Dan Martijn aan de pillen, de 5 uur live kijken. Ik pak even wat biertjes alvast. My friends. Maar als je nou gewoon intypt, drie gasten ecstasy of zo? Ja, ik zie hem al, rechts. Ja, ik zie hem ook, ja. Ja, ja, ja. Okay, wij zien dit echt zeg maar een stuk beter dan wat jullie zien op deze camera. Ik ga hem nu doorspoelen. Okay, nou, ga er lekker voor zitten. Goed. Ja, dit is toch top. Oh, wacht even. We hebben wel geluid nodig. Je moet hem straks, hoor je dit of moet je straks? Dit hoor je gewoon fucking goed. Staat er helemaal. Nou, wat gaan we kijken? Niet doen. Wat is je langste video? Ben je nog een beetje popcorn? Hé, hey, schat, serieus? Die gozer zit daar in zijn achtertuin op zijn laptop en heeft helemaal niks door. Die heeft niks door. Nee. Die heeft niet eens door dat ze. Moeten we niet harder zetten? We kunnen dat ding harder zetten. Tuurlijk. Ja, ja. Oh, hij staat heel zacht. Dat is het. Hij heeft gewoon niks door. Hij stond op 4. Hij staat nu op 24. Ja, ik ga hem lekker slapen, schatje. Hoor je wat? Dit werkt echt voor geen kloot. Dit werkt tering slecht. Oké, misschien moet je strak trekken, zoals jij hem houdt. Ja, ja, ja. Hoor je wat? Wat denk je? Nee. Ik hoor helemaal niks. Ja, oké. Okay. Dit was leuk bedacht. Lijkt me duidelijk, hè? Lijkt me duidelijk wie er heeft gewonnen. We hoeven eigenlijk niet eens meer door naar de conclusie. Dat was hem. Nee, Tess, als je zit te kijken, zo moet het dus. Ja, het gaat niet gemakkelijk. Nee. Je moet wel bij veel huizen proberen. Maar als je dan eenmaal er goed voor zit, dan heb je echt een tv voor jezelf. Ja, wel zonder geluid. Want dat blik, dat weet ik niet helemaal. Nee. Amazing how you can speak right to my heart. Wij gingen hierheen om iets te testen. We wilden een film kijken. We hebben een tuurfilm gekeken. We hebben zelfs YouTube gekeken. We hebben zelfs kunnen dansen in onze eigen woonkamer. Ja, dit was een succes. We kunnen nog heel veel andere dingen doen, maar volgens mij is het punt best wel duidelijk. Ik heb het idee ook wel. Ja. Dit is ons advies. Oké, het is tijd voor het eindadvies. Hey! Hey! Van Wakka's! Hey! Hey, Tess! Mogen wij beginnen? Ja hoor, trap hem maar af. Wij hebben bedacht, waar kan je nou niet beter televisie kijken dan in een elektronicazaak? Daar heb je superveel televisies. Briljant. Groot. We hebben snacks meegenomen, we hebben een lekker stoeltje meegenomen. Ze hebben daar alles kunnen doen wat jij wilde. En het heeft ons niet meer dan 10 euro gekost. Nee, Martijn, jij bent wel van de creatieve ideeën in dit programma. Ik heb er goed over nagedacht. Ja. Hier komt ons idee. Ik weet niet of je vroeger kattenkwaad hebt uitgehaald. Maar vroeger kon je met een afstandsbediening bij de ramen
zelf zappen. Dan hebben wij een universele afstandsbediening gevonden voor minder dan 10 euro. En werkt het? Het werkt volledig. We zaten daar lekker met popcorn in de stoeltjes. En we hadden toegang tot de kanalen Fox Sports, Film 1, Sport 1. Wat bestaat er allemaal wel niet? Had je dat in de Mediamarkt? Nee, dat had je niet in de Mediamarkt. Wat heb je alleen een screensaver? Dus ben je koud? En dan heb je dus iemand die de hele tijd weer gaat terugzeppen. Dat wilden ze niet. Ja. Het is tijd voor de beoordeling. Het advies van de elektronica-winkel krijgt van mij 3 sterren. Want ik denk dat je daar inderdaad wel lekker mooie grote schermen hebt. En het advies van de universele afstandsbediening, die krijgt van mij 2 sterren. Ik vind het super creatief bedacht, maar ik moet zeggen, toch wel een beetje koud. Shit! 2 sterren. Hoorde ik het goed? Hoorde ik het goed? Oh, maar de verbinding is heel slecht opeens. Hebben wij dan gewonnen? Dus zo voelt dit. Nee ja, ik wil ze eigenlijk wel feliciteren. Sophie en Martijn, gefeliciteerd. De morele winnaars zijn wij gewoon, toch? Ja, nee, echt ontzettend gefeliciteerd met jullie super wacke idee. En volgende week gewoon weer een nieuwe Cheap Advisor. Ja, en als jij advies nodig hebt, drop het even in de comments. Zodat ik er heen praat. Tot volgende week. Ik wil zeggen, die kijken dus. Hey gasten. Nou, nogmaals bedankt voor jullie advies. Dus ik ben maar eens even naar de elektronica winkel gegaan. En na een kwartiertje zitten kreeg ik toch wel heel veel gekke blikken. Maar het heeft me wel geïnspireerd om even te sparen om weer thuis een tweetje te hebben. Nogmaals bedankt en tot de volgende. Doei!